Er is zoveel om uit te lachen. Het is echt niet normaal. Ik heb gewoon eigenlijk geen zin in. Ik moet er ook niet mee bezig zijn. Ja, mensen die zijn deals aan het sluiten, zijn daarmee gewoon hunzelf kapot aan het maken. Je bent jezelf aan het uitschakelen, omdat je iets wou hebben waar het helemaal nog geen tijd voor was ook. Ik leg elke keer uit, het gaat pas in april beginnen, maar jij bent een hele fake show achter, een hele fake iets aan het opbouwen. Dat als het zometeen begint in april 2023, dat je gewoon zelf al zo voor de schut hebt gezet, jezelf al zo'n stempel hebt gegeven, dat je gewoon niet meekent met wat echt is. Niet meekent met wat real is. Het is echt, sterrenstof is op. Maar mensen die zijn gewoon iets aan het opbouwen zonder die stof. Waar ben je dan mee bezig? Mensen denken dat ik iets mensen aan het aandoen ben ofzo. Maar ik ben alleen maar met mijn eigen shit bezig. Je bent in verwarring. Je bent naar die duivel in je hoofd aan het luisteren. Al die heksen, al die warlocks, je bent overal aan het intrappen. Jullie zijn dingen uit haast aan het doen. Belachelijk. Deze 7 fake jaar, waarom wil je echt zijn in het fake? Om aan te tonen dat je dan fake bent en wanneer het begint heb je die hele stempel op jezelf gedrukt. Competities. Dingen uitdagen. Alles proberen te stelen van een andere. Laten zien dat je zelf geen persoonlijkheid, geen karakter hebt en niet kan dromen. Dat je gewoon fake bent. Jullie kunnen dingen niet toegeven, maar jullie hebben een attachment op iets gemaakt wat gewoon ligt voor mijn witte arena, voor mijn ontwaking. En toen ik nog in mijn zoutnood rondliep. Niet eens wist dat wist ik allemaal niet eens. Was ik niet mee bezig. Het is dat ik nog niet eens Toro 3 dings en zo gevonden had. Om nu te horen. Ze zijn alleen maar aan het zeggen wat ik al gezegd heb. En iedereen die goed geluisterd, goed geanalyseerd heeft, die ziet dat ook. En die lijst met torrent, dat ik een paar torrent dingen erin heb gedaan. Nieuw. Maar 2 jaar qua informatie achter. Ik heb het allemaal al gezegd. Denk achter mijn rug met sneaky dingen. Je bent jezelf kapot aan het maken, want ik ga vanzelf de juiste tips krijgen. Mensen gaan vanzelf informatie komen. Ik weet echt al waar ik niet op moet reageren, waar ik niet op moet reageren. Ik hoef naar bepaalde dingen niet te gaan. Thuis zitten, jullie isoleren me niet, hè? Ik kies er zelf voor. Er is gewoon ergens omheen te gaan. Het blijkt allemaal verraad te zijn. Het is alleen helemaal voorwaarts. I'm moving on. Leaving you behind. Alles wat ik gedaan heb, er zal een puzzel moeten zijn voor jou om iets te zien. En dat liedje, het eerste liedje wat ik aan het zingen was. En die cover van Thiago van der Heuvel. Daar zat een dikke boodschap in. Waar je ook weer niks mee deed. Niks is zomaar, hè, wat ik aan het doen ben. Alles wat op mijn pad komt waar ik mee bezig moet zijn, is de route van mijn destiny. Ik moet het aankaarten om jullie te helpen, maar jullie willen dingen niet realiseren. Je wilt mijn vijand zijn, maar ondertussen ben je connected met iets wat gewoon vergif is en je wilt eromheen blijven hangen. Je bent het aan het helpen, je bent het aan het stimuleren. Je stimuleert daar zelf iets bij jezelf waar je gewoon niks aan hebt. Ik hoor bij niks en niemand, hè. Ik ben solo, ik ben alleen. Jullie willen allemaal ergens bij horen. Het is allemaal fake. Het hoort bij die hele 7 fake jaar. En jullie willen het niet zien. Maakt niet uit welke bewijzen. Maakt niet uit hoe ik laat zien hoe andere mensen met hun gedragingen bezig zijn. Jullie zien de emotionele chantage, brainfuck, illusies. Jullie zien niks. Ik had al verder kunnen zijn. Maar alles wat jullie doen, waardoor ik niet verder ben, zijn jullie alleen maar verder weggeraakt.
Jullie willen een einde aan mij maken. Me opsluiten. Me dood hebben. Maar jullie zijn jezelf aan het vermoorden. Ze gaan door extreme heen. En jij wil graag medeplichtig zijn in dat. Het liefst tekst mijn hele gezicht eraf. Zo hatelijk en jaloers zijn ze. Als ik niet jou mag zijn, mag jij er niet zijn. Mensen zijn met hekserij bezig en dat doet niks. Mensen denken dat ze dingen aan het veroorzaken zijn. Maar die bromtoon zijn jullie niet aan het veroorzaken. Er zijn vet veel mensen met laagfrequent geluid in Nederland. En dat heeft gewoon te maken met, weet ik veel wat, de nieuwe asfalt wat ze overal leggen. Wat ze er ook wat op snelwegen hoort, maar dat leggen ze ook op industrieterreinen. Ze zijn overal pompen aan het motoren, zuiging, de sloten, het water, zodat doorgepompt kan worden. Ze zijn pompen en motors aan het zetten op riolering, regenwater, op alles. Dat veroorzaakt geluiden. Dit hele huis, dit hele rijtje hoort neergesloopt te worden, zodat er iets nieuws kan bouwen wat wel goed geïsoleerd is. Al die scheuren die hier in huis zitten. En jullie zijn geen tocht hier in huis aan het veroorzaken of zo, hè? Maar jullie denken dat jullie hele heksen zijn. Mensen gaan door plastische chirurgie heen en jullie zien het niet. Shemales die als man door het leven en jullie zien het niet. Mensen die mij willen zijn en je hebt het door, maar je hebt niet door waarom. En je gaat mee in al die breedpak. Oh, die is slim. Wijsheid is iets anders dan slim zijn, hè? Jullie willen op een bepaalde manier het aanzicht. Sommige mensen die zullen alles op alles doen om dingen voor elkaar te krijgen. Ze zullen zelfs door mannen, de homo dingen bij wijze van spreken. Ze doen alsof ze homo zijn. Sommigen die zijn aan het pijpen en nemen iets in een kontje om maar iets te kunnen doen. Hoe laat ze niks snappen. Zo verdwaald in seks wat niks met liefde te maken heeft. En dat ik één ben met alles en iedereen. Ik ga alleen maar seks hebben met mij doen. Het moet een pussy hebben. Want daar wil ik wel mee spelen. Ik ga niet met je piemel spelen. Ik ga niet zoenen met een mannenhoofd. Maar hè, net als dat je van je opa kan houden, van je vader kan houden, van je oom kan houden, van je neefjes, van je eigen zoon. Daar zit toch geen seks aan? Dat is die hele pedo-onzin, toch? Dat is die tot incest aan toe, hè? Jullie zijn allemaal zo verdwaald aan het raken. Omdat jullie willen doen wat ik doe. Geen idee hebben wat ik doe. Niks snappen van verlichting. Overal maar verwarring. Prima, toch? Ga overal mee, kan ik het daarna aankaarten. Want ik ben er in mijn realiteit naar aan het kijken. Jullie raken verdwaald. Verdwaald in jullie eigen brainfuck ook nog. Jullie zijn dingen aan het geloven, maar geloven nergens wat van. Ik ga met al jullie onzin mee om daarna aan te tonen hoe belachelijk jullie zijn. Ik heb alles en iedereen aangekaart. Al die mensen die op mijn pand kwamen bij de Dekenmarkt of in de Huusmolen en wat allemaal op USB-stickies staat. Was ik die cult, als die hele cult gaat opgeruimd. Als dat zo is, dan kom ik je opzoeken. Nee, je zit dan vast, pannenkoek. Je bent dood dan, pannenkoek. Maar wel al mijn ideeën willen hebben. Mijn geheimen willen hebben. Die heb ik niet. Alles wordt ontlokt. Het gaat op pad. Waarom het geheim van hier al uitleggen? Niks snap van mijn witte arena. Niks geloof van wat ik zeg. En dat het zoveel was dat ik er 's ochtends mee moet wakker worden. Maar ik word wakker met wat nodig is. Nodig is om te beschermen wat van mij is. En jullie gebruiken dat wat nodig is om mezelf te beschermen. En dan denken jullie dat dat het is. Het is echt belachelijk. Jullie zijn echt belachelijk. Ik voel magie. En jullie denken magie om uit te oefenen. Ik zie je masker zitten. Maar je doet extra make-up of smink op. Alles is voorbereiding op wat gaat komen. Is gewoon grooming wat bezig is. En die stiekem, want het is openbaar en iedereen kan het zien. Jullie vinden het geweldig. Diegene is slim.
willen dingen veranderen, maar ik ben nog steeds hetzelfde. En je hoeft alleen maar aan bepaalde mensen de echte vragen te stellen. Want ik doe nog steeds hetzelfde hoe ik in de coffeeshop deed. Ik ben nog steeds hetzelfde als toen ik met Frank stage liep. Vraag hem hoe ik Colin aanpakte. En dat je op sommige dingen toch het sociale moet doen. Ik ga niet met jullie onzin bezig. Ik heb jullie al gezegd, ik maak jullie bankroet. En maar doorgaan en je geld uitgeven. Elke keer als ik een pauze neem, zijn jullie bang dat ik terugkom. En ik kom ook terug. Gewoon op me. Ik heb jullie zelfs gewoon op mijn schoonheid eventjes magie laten uitoefenen, omdat ik het weet dat ik het daarna wel weer wegpoets. Maar wel, die komt vanzelf wel. Dus als jullie denken van, wow, wat is hier in één keer weer knap aan het worden? Kan dat altijd al. Ik heb jullie even iets geaccepteerd. Ik heb jullie even iets laten doen, want daarmee kon ik toch aankaarten van hoe of wat. Tegelijkertijd is het dan ziektes aan het vastplakken wat in mijn lichaam zit. En dat fake van jullie, dat gaat eruit en dat neemt meteen de ziektes mee. Maar fysiek is er weinig te voelen. Het is alleen aan de aura's te voelen. Nou, energieën daarvan die zijn allemaal op te lossen. Zijn allemaal te transformeren. Het is gewoon lelijk met tanden. Ja, daar kan ik... Dat ik 25 was, wist ik al. Het is te laat. Het is te laat. Waarschijnlijk ben ik 50, heb ik een kunst gebeurd. Maar op zich. Maar wel. Dat getril in mijn bed... Wakker worden, waarbij ik toch iets deed van, ik heb toch weer mijn tanden geschuurd. Maar ja, de heksen waar jullie heen gaan, voor de sorcery die jullie willen uitoefenen. Ik ben krachtiger als hun. Daarom werkt het niet. Jullie gaan er allemaal zwakke mongolen. Jullie gaan naar mensen die een beetje iets kunnen, omdat ze iets begrijpen, maar het is niet echt. Ik hoef niet met magie bezig te zijn, hè. En hun zijn ook niet wat dat betreft fake of zo. Maar je moet niet fokken met iets wat in de spirituele hoger is, sterker is als jou, meer verbonden is aan God, aan de energie, aan de divine. Kind van de universum. Alles wordt gebackt. Ik heb een backup. En dankzij jullie gewoon geld aan het uitgeven naar iets waar jullie geen verstand van hebben. En ik hoef er geen verstand van te hebben, want jullie zijn ermee bezig, toch? Net als dat ik niet. Ik ben met niks jullie aan het aanwensen, hoor. Ik ben je niet bezig met, oh, die moet ziek, oh, die moet auto-ongeluk krijgen. Nee, ik zeg alleen, jullie intenties is wat terugkomt op jullie. Ben je smerig aan het doen? Ik heb niet dat hele complex onder water laten lopen. Dat doe ik niet. Maar hey, je moet zelf beslissingen maken. Ik wijs alles af waarvan ik weet dat het fake is, smerige intenties. En God, die energie, die zetten blokkades op me. Die geven me een gevoel. Jullie geven mij geen gevoelens. Er zijn gewoon magische wetten. Verdiep je alleen in de Law of One. Je roept alles op jezelf af. In de wet. Er zijn wetten tegen magie ook. Kijk, doordat het helemaal achter in de kluis, achter in de kasten ligt. Kan eruit gehaald worden en het gaat eruit gehaald worden. En jullie gaan allemaal gestraft worden voor de magie waar jullie mee bezig zijn. Je bent alleen maar alles aan het verliezen. Je bent geld aan het verliezen. Je bent zelfrespect. Respect van anderen. Met alles aan het verliezen door smerigheid waar je mee bezig bent. En je roept het op jezelf af. Alleen al de wet van vibratie. Jullie verdiepen je gewoon nergens in. Ik heb een license to kill. Spiritueel gezien. Waarom denk je dan met evil eye iets van kwaad te kunnen uitoefenen op mij? Als ik dat kan straffen. Jullie zijn gewoon jaloers op connecties die ik met andere mensen heb en die andere mensen die zien het niet. Dit gaat wereldwijd, hè.
Mijn naam gaat wereldwijd. Jullie denken dat ik dit laat kletst uit zijn nek. Maar mijn witte arena is mijn fundering. En alles wat er om mij heen gebeurt is alleen maar misleiding. En jullie misleiden jezelf. Misschien dat ik jullie daar een beetje misleid. Dat ik ga met jullie al jullie koekoek mee. Het zijn alleen maar negativiteit aan het veroorzaken. Je bent eraan het in het verdrinken ook. Mensen zijn niet geïnspireerd van jou aan het raken. Je bent ze alleen maar aan het vergiftigen. Je bent naar mensen aan het raken die ook niet jou inspireren. Die zijn jou aan het vergiftigen. Mensen zijn echt met poisons bezig. Zijn echt aan het roeren in ketens. Daarom zeg ik, eet niks van een ander. Drink niks van een ander. En met sommige mensen is het al zo duidelijk dat ik zelf zeg, je kan je eigen man niet eens vertrouwen. Sommige mensen weten niet eens wat hun echtgenoot of genoten in het verleden op zijn kerfstok heb genomen. Sommige mensen die slapen naast een moordenaar of een moordenares. Jullie willen niks geloven. Uiteindelijk ben ik die priester. Ik kijk in de toekomst. Ik doe voorspellingen. Ik ben je aan het helen. Ik ben de law. Rechter, richter. Ik ben veelzijdig. En die golden child-achtige dingen. Jullie geloven niks. Alles wat jullie willen dat bij mij gebeurt, is bij jullie aan het gebeuren. En dan denken jullie dat ik dat aan het doen ben. Je roept het op jezelf af. Je bent het in je energieveld aan het plaatsen. Niet bij mij. En het wordt zo vol in je energievelden, dat keert terug op jou. Je bent niet verbonden, hè, met je zintuigen. Het zijn je zenuwen. Die verbonden zijn aan alles. Maar mensen zijn bezig op mij bezig, magie. Ze willen mijn geld stoppen. Ze willen dat andere mensen met me samenwerken stoppen. Ze willen zielsconnecties die ik heb, die willen hun graag hebben. En jullie gaan er allemaal in mee. Hun zijn zo jaloers en jullie zijn uiteindelijk ook gewoon jaloers aan het doen. Terwijl als je bij mij in het team zat, waarvoor zou je dan jaloers zijn? Jullie krijgen niks. En wat jullie krijgen, had ik jullie 10 keer zoveel kunnen geven. Ja, maar je hebt niks. Omdat jullie toch met z'n allen alles stelen van me. Want als jullie met z'n allen mij hielpen, de copycats en alles wat fake is, geen ruimte gaven. Waar waren we dan nu mee bezig? Denk alleen naar hoe het begon. Met de ene zou ik meditatiedingen doen. Met de andere waren we zouden bezig met kaarten. Met die dit. Met die dat. Maar anderen die zijn alles naar hunzelf aan het zuigen. Jullie worden alleen maar gebruikt. Alles backfired. Het water gaat bewegen. De rust, de kanten gaat weg. Er komen hoge golven, alles. En jullie verdrinken daarin. Jullie laten je wegblazen. En zometeen ga je de aarde in ook. Om daarna door God beoordeeld te worden. Aan de ene kant de veertje, de andere kant je hart. Denk je dat je daar kan gaan liegen als je alles weet? Niet snappen. Je moet je vibratie omhoog brengen. Om met hogere vibraties te kunnen resoneren. Je bent zo laag aan het zetten dat je alleen met die lagen. En je gaat maar mee met die smerigheid. Niks snappen van telepathische vermogens. Helemaal niks. Clairvoyance. Helemaal niks. Astral travel. Helemaal niks. Maar miljoenen praten erover. Miljoenen zijn er mee bezig. Wereldwijd. Jullie geloven niks. En dat jullie geloven, maar geloven alleen maar in de eerste helft van de Bijbel bijvoorbeeld. Uiteindelijk wordt het gewoon geholpen en alles wordt geblokkeerd. Jullie snappen niks van liefde. Echt niet. Echt niet. Alles wat op het internet gebeurt is een weerspiegeling van wat er in mijn leven en voornamelijk in het verleden is gebeurd. Ik ben nu dromen aan het krijgen die ik vaker heb gehad en daarom bepaalde gezichten niet kende. En nu zijn het dezelfde dromen, dezelfde gezichten, maar nu kan ik er een naam aan plakken. Dus ik zie de ratten en slangen.
Ik word altijd al geholpen, hè, om alles te veranderen, maar jullie zien het niet. En ik doe alsof ik het niet zie. Prima. Want het is nog niet klaar. Er moet nog meer gebeuren voor wanneer ik de straffen ga uitdelen en pak me dan maar op. Sleep me dan maar voor de rechter en dan leggen we alles op tafel. Al die smerigheid dat jij hebt, addertjes onder het gras, dingen die waar wetten op staan die gestraft kunnen worden, de gevangenis voorop kan gaan. Je bent alles zelf aan het licht aan het brengen. Terwijl voor mij mag je een addertje onder het gras hebben. Van mij mocht je centjes verdienen. Maar als je mij lastig gaat vallen, ben je jezelf in je vingers aan het snijden. En maar met je kundalini-energie, ja. Maar met je seks. Ik zeg het elke keer, je zit alleen maar met je stijve piemel, met je natte doos en met je kont aan het vingeren. Hahaha, weglachen, maar je bent er wel mee bezig. Het is gewoon belachelijk. Ik ben alles aan het uitlachen elke keer, want het is belachelijk. Ik zie overal, er zijn geen sterren meer. Sterrenstof is op. Adrenochroom is op. Ze kunnen er niet meer aankomen. Maar het lijkt wel of het alleen voor mij geldt. Het kon ook voor jullie gelden. Jullie snappen niks van een baas zijn. Dat is niet bazig doen of zo. Ik wil niet verder als teleurgesteld, niet verder als streng. Maar je snapt niet dat ik een baas ben. Degene waar het echt om gaat, die willen mij al langer. Lachen zich rot om jullie. Jullie zijn jezelf alleen maar zwart aan het maken, belachelijk aan het maken. Voor een schut aan het zetten. Een lachertje ben je, een clown ben je. Maar zodra de connectie, de aanraking, het echt in ogen aankijken en dat samenkomt, gaat het nooit meer uit elkaar. Sommige mensen snappen niet waarom ze van me houden. Omdat ze zo verdwaald waren. Maar dat is niet mijn probleem. Mensen zullen wakker moeten worden. Door ascensie moeten heen gaan. En jullie kunnen zelfs mij verder brengen. Want dingen moeten. Ik ga als laatst wakker worden. Dat zeg ik de hele tijd al. En er zal gas op moeten komen hoe zwaarder het gemaakt wordt. Maar jullie gooien olie op. Ik ben in mijn vorige leven een astronaut geweest. Incarnaties. Maar ik kan jullie wel uitleggen hoe de aarde eruit ziet. Hoe doet hij dat dan? Echt, jullie willen niks geloven. Ze zijn allemaal verdwaald. Geloof er niks van mits. Denken dat alles science fiction fantasie is. Zijn er Elon Musk aan het luisteren alsof hij iets uitgevonden hebt? Dat was er in de jaren 90 al. Ik ga zoveel geld verdienen met alles wat ik doe. Ook als ik alleen ben. Ik geef geen fuck om geld tegelijkertijd ook. Dus ik heb niks nodig. Ik heb niemand nodig. Jullie hadden mij nodig. Maar willen niks geloven. Ja, Matrix, dit, dat, blablabla. Maar jullie geloven nergens in. Sloes, dit, dat. Maar we zijn zelf bezig met mensen bang, opstandig, boos maken. Jullie geloven gewoon niks. Jullie doen maar wat. Jullie hebben iets gelezen waar je wel wat voor voelt en gelooft, maar je waarneemt het niet. Je bent er niet mee bezig. Ik ga de hele wereld over. Ik ga de hele wereld over. Sommige mensen konden met me mee. Nou nee, jullie blijven achter me.
Jullie willen die stappen niet maken. Jullie willen niet eens blijven hangen. Jullie gaan alleen maar lager en lager. Jullie zijn aan het genieten van smerigheid. Genieten van het duister. Voelen jullie zelf heel wat daarin? Zijn jullie zelf aan het mooier maken omdat je niet zelf kan accepteren? Kijk, het is maar één God. Ik wil daarin een soort van energieën, entities en alles rondgaan. Ik wil niet zeggen dat er ook andere goden waren in het verleden. Maar het lijkt wel allemaal weg. Dus de enige God, het alles waar we in leven, hè? Het hele universum, zijn energieën, zijn consciousness, zijn awareness, waar je op aan kan tappen. En of je dat nou God noemt of Allah noemt, het is niet een man met een baard, hè? Het is het alles. Daarin kunnen dingen gemanifesteerd worden. Maar nee, dat is weer hekserij en dat is weer dit en het zijn weer djinns en het zijn demonen. Ja, dat is er ook. Maar het goddelijke is er ook. We hebben toch Jezus gehad? We hebben toch Mohammed gehad? We hebben toch vet veel daarvoor gehad? Waarvan echt duidelijk was, God is bij hun, hun zijn bij God. Nee, nu zijn de sterren, dat zijn voetballers, basketballers. Maar verdiep je in het verleden, dat zijn niet zomaar verhalen wat fantasie was of zo, zoals Hercules, King Arthur. Jullie snappen echt niks. En hun die met magie bezig, dat is alleen maar vanaf je impuls. Jullie weten niet eens wat jullie doen. Jullie intenties zijn zo vies. Jullie zijn bezig met magie om met iemand seks te hebben. Dat is gewoon hekserij. Er zit niks goddelijks aan. Ondertussen geloven jullie ook niks van aliens en noem maar op. He, want alleen op de aarde kan leven ontstaan. Maar we groeien toch in bewustzijn. Eerst dachten we dat alleen de aarde er was. Doordat het middenpunt van het universum was. Toen werd toch wel duidelijk, het beweegt allemaal om de zon heen. Toen werd duidelijk, wow, er is een heel universum. Er zijn veel meer zonnen in het universum. Toen waren er rekening nog meer universums. Nu zijn we op de quanta fysica. Daarmee zou toch God alleen maar groter moeten worden? Daarmee zou je toch kunnen inzien. Alles uit ancient times. In India, al die beelden en weet ik veel wat er allemaal was. Tot Illuminati en weet ik het allemaal. Jullie willen het gewoon niet geloven. Omdat jullie met jullie verstand er niet bij kunnen. En uiteindelijk is het toch ook gewoon zoveel wat we niet weten. Zoveel om bang voor te zijn. Dus wat blijft er over? Liefde. Aardig doen naar anderen. Het kwaad aanwijzen, het licht erop om het te transformeren. Zorgen dat die mensen ook goed worden. Mensen moeten gestraft worden, anders gaan dingen door. Jullie willen geen betere wereld. Jullie willen geen Nasara. Jullie willen geen Gazara. Jullie willen geen 5D. Jullie willen er alleen maar over fantaseren, meer niet. Fantaseren en masturberen.